hij was er echt van overtuigd dat ik door rood was gereden. In Dashcam laten we u gevaarlijke en opmerkelijke verkeerssituaties zien in Nederland. Hoe konden ze ontstaan en wie zijn de mensen die soms met gevaar voor eigen leven moeten handelen? Fucking hell zeg. Nou, dit is nou wat je noemt een harde klap met een happy end. Vandaag rijdt de Dashcam over de A12 bij Zoetermeer. Daar krijgt Herbie Elcock de schrik van zijn leven. Als ik iets sneller was opgetrokken, dan was hij vol in mijn zijkant gereden. En ook op de plek waar de kinderen zaten. Dus dan had het mogelijk wel heel anders kunnen aflopen. Herbie is met zijn 3 kinderen onderweg naar huis. Niets wijst erop dat het hier enkele seconden later vreselijk mis zou gaan. Dat kruispunt passeer ik dagelijks. Ik heb daar nooit iets noemenswaardigs meegemaakt. Toen het groen werd, trok ik op en nam de route richting Oosterheen. Zo! Wat is dit joh? Waar komt die auto vandaan? Herbie weet niet wat hem overkomt. Het kan niet anders dan dat deze roekeloze Audi-bestuurder vol door rood is gereden. Maar als Herbie hem daarnaar vraagt, krijgt hij een bizar antwoord. Nadat de botsing had plaatsgevonden, stapte meneer uit. En die kwam eigenlijk direct naar mij toegelopen van, meneer, waarom rij je door rood? Dus ik zeg, oh, ik reed niet door rood. Ik had gewoon groen. En toen zei hij dat dan beide stoplichten groen moeten hebben gehad. Ja, ik had ook groen aan mijn hoera, kom op zeg. Ik ben in mijn leven nog geen kruispunt tegengekomen waarbij alle verkeerslichten ineens op groen springen. En met deze snelheid door rood rijden is natuurlijk ook levensgevaarlijk. 2 toevallig passerende agenten hebben het ongeval niet kunnen zien. Gelukkig zijn er nog de dashcambeelden van Herbie, die uiteindelijk antwoord geven op de vraag wat hier precies is gebeurd. De politieagent die heeft plaatsgenomen in mijn auto. En toen samen hebben we de beelden dus teruggekeken. En nou ja, hij zei dus duidelijk, het is gewoon duidelijk dat het rood licht is genegeerd door die man. Ja, dit filmpje is weer eens een bewijs dat een dashcam in de auto echt nuttig kan zijn. Waren de beelden niet geweest, dan was het zijn woord tegen het jouwe geweest en dan had je nog moeten afwachten hoe het was afgelopen. Nu op de beelden duidelijk te zien is dat Herbie geen schuld heeft, kunnen de agenten dit heftige ongeval zonder verdere problemen afhandelen. Maar daarbij zien ze wel iets belangrijks over het hoofd. Zowel ik als ook de tegenpartij is geen blaastest afgenomen. Ja, heel opmerkelijk dat deze bestuurder niet hoeft te blazen. Het is mij altijd geleerd, botsen is blazen. Ik vind de rol van de politie in deze ook heel opmerkelijk. We hebben navraag gedaan, maar er is ook geen procesverbaal opgemaakt van dit incident. Dus dat betekent dat de bestuurder die door rood is gereden en zonder boete vanaf komt. Ja, voor mij onbegrijpelijk. Tot slot de ASO van deze week. Die neemt alle risico's door op de N46 zo in te halen. Deze bizarre actie had hem niet alleen een boete van €230 kunnen opleveren, maar is bovenal levensgevaarlijk voor andere weggebruikers. Heeft u ook een opmerkelijke video gemaakt met uw dashcam of een ASO van de week gefilmd? Mail dan de redactie en wie weet zien we uw video dan een volgende keer in Dashcam. Nee, niet doen! Hou op! Piep. Ongelooflijk. Vond jij deze aflevering ook zo tof? Like dan de video en abonneer op het kanaal van De Telegraaf. En nu alvast de aflevering van volgende week bekijken? Klik dan op de knop in beeld of ga naar telegraaf.nl.